Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag en ik ga vandaag en morgen voor jullie vloggen. Want vandaag ga ik mijn zusje ophalen van het vliegveld. Ze is terug naar een maandje in Australië te zijn geweest. En ik ga haar ophalen samen met mijn tante en mijn neefjes. En mijn ouders komen vandaag ook terug van Mallorca. En Pascal is nu aan het werk, dus ik heb het rijk alleen. De afgelopen dagen zijn we echt super druk geweest in ons nieuwe huisje. En dat is helemaal klaar voor de verhuizing. Gisteren de laatste dingen gedaan. En morgen gaan we dus verhuizen. Dus die vlog ga ik hier aan vastplakken. Want ik kan vandaag waarschijnlijk niet de hele dag heel veel filmen. En morgen tijdens verhuizing moet ik natuurlijk ook helpen. En kan ik niet de hele dag met de camera rondlopen. Dus vandaar dat ik die video's in één ga plakken. Dus in deze video ga je ook onze verhuizing zien. Dat is morgen echt super spannend. Maar goed, het huis in Lossen is helemaal klaar om de spullen over te zetten. Ook een heel goed nieuwtje is dat wij gisteren al een bod hebben ontvangen op ons huis. Echt heel erg fijn. En de makelaar verwacht vandaag nog meer biedingen. Dus we gaan het allemaal zien. Het begin is er in ieder geval, en dat alweer binnen een week. Dus dat is echt wel een hele opluchting. En ja, ik ben er echt heel erg blij om. We zitten natuurlijk met dubbele lasten en dat is niet heel erg fijn. Maar goed, het bod is gewoon de vraagprijs. En misschien als er meerdere biedingen komen ook wel overheen. Wie weet, we gaan het allemaal zien. Maar dit is in ieder geval al een heel fijn begin. Ik zit nu lekker op de bank vlogs te kijken op mijn iPad. Ik heb net vlog van Jill gekeken en nu kijk ik vlog van Manon. En daarna ga ik alweer richting mijn tante en mijn neefjes. Die ga ik er ophalen en ga ik richting Düsseldorf. 2 maanden geleden dat ik er zelf van vertrok vanaf het vliegveld. En toen ging ik de terugweg niet helemaal goed met mijn auto. Dus vandaag ga ik met mijn vaders auto om dat dilemma te voorkomen. Niet dat mijn auto niet gemaakt is. Maar gewoon het idee dat ik daar misschien weer stil kan gaan staan. Dus we gaan mijn vaders auto en ik rij die kant op. Verder heb ik vandaag een trui aan. Een trui van mijn zusje. Het is vandaag net wat frisser. Gisteren was het echt super warm. Liep ik hier een dag in een hemdje rond. En nu heb ik dus een trui aan. Zijn er gewoon een prima spijkerbroek en mijn schoenen. Dat is mijn outfit. Ik heb geen zin om te gaan staan. Ik zit gewoon nog lekker even op de bank. En ik heb een make-upje op. En daar had ik gewoon echt super veel zin in. Dus dat heb ik even gedaan. Voor nu ga ik even lekker de video afkijken. Dan ga ik Lux uitlaten. Die ligt nog in de bench te slapen. Die is gewoon lekker lui. En ja, ik neem jullie vandaag en morgen dus lekker mee in deze video. Ik hoop dat je er zin in hebt. Je duimpje omhoog doet. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, zou ik het super tof vinden als je dat doet. Kan op de rode knop hieronder. En mocht je echt niks willen missen, klik dan ook even op het belletje. En hier is lieve Luxje. Lux is nog moe. Hey jongen, ben jij moe? Ja. We zijn aangekomen op vliegveld in Düsseldorf en het ging best wel snel eigenlijk. Dus nu gaan we op zoek naar de aankomsthal waar Lisa straks aankomt en dan gaan we eventjes wat eten. Wij zijn inmiddels terug in Lossen. Echt wat een terugreis. Het is beter gegaan dan de vorige keer uit Düsseldorf. Alleen nu was er een mega file. We zijn volgens mij echt mega omgereden. Goed, het is nu 6:30 bijna. We zijn thuis. En we zijn vanmorgen om 9:30 vertrokken. Heenweg ging echt super. Alleen terug mega veel files en ongelukken. Dus nu gaan Pascal en ik op naar Assen. De laatste dingen daar regelen. En dan lekker bij Pascal's moeder thuis slapen. En morgen dan druk aan de bak. Voor de verhuizing. Wij zijn net aangekomen bij Pascal's moeder thuis. En ik ben nou op onze oude slaapkamer. Hier heb ik ongeveer 2,5 jaar denk ik geslapen. Want ik heb een tijdje dus bij Pascal's moeder ingewoond. En Pascal natuurlijk en zijn broer. En daar zijn we nu. We hebben net heel hard geklust in Assen nog. Laatste dingen gedaan. We zijn nog niet eens klaar. Daarom heb ik ook niet gefilmd. Omdat het gewoon veel te druk was. Ik ga nu lekker douchen en dan slapen. En ik zie jullie morgen weer bij de verhuizing. Goedemorgen en het is inmiddels de volgende dag. Pascal en ik hebben lekker geslapen in Bovensmilde en zijn nu in ons huis in Assen. We hebben er echt een hele bende van. Maar goed, dat moet straks allemaal in de vrachtwagen. Die is onderweg naar hier en die is hier ongeveer om 9:15. En dan komen ook Pascal's vrienden nog helpen. En mijn oom komt en mijn vader komt. En Marcel komt, dus dat is echt heel erg fijn. Pascal is nu even bij de supermarkt even koffie halen, want dat hadden we natuurlijk niet meer. Ik heb gisteren al koeken gehaald. Lekkere roze koeken voor zometeen. En wij gaan nu verder alles loskoffelen. Lampen moeten er nog af. Gordijnen laten we in eerste instantie even hangen. Zouden we meenemen, maar goed te kopen wil ze misschien overnemen. Dus vandaar dat we ze laten hangen, anders moeten we ze straks weer terugbrengen.
Dus ja, wij gaan lekker druk bezig vandaag. Ik hoop dat ik weer veel kan filmen. Maar goed, gratis en ik moet natuurlijk ook hard werken. Maar ik probeer zoveel mogelijk in ieder geval voor jullie vast te leggen. Goedemorgen. Zo jongens, onze woonkamer is helemaal leeg. Of nou ja, eigenlijk het hele huis op de keuken. Nou, staan nog een doos en een paar spulletjes. Die gaan we nu in de auto pakken en dan gaan we op naar Losser. Oh, het is inmiddels, hoe laat is het eigenlijk? Oh, de klok is ook weg. Het is inmiddels 1 uur, dus we hebben echt heel veel gedaan. We moeten nu nog 1,5 uur naar Losser rijden. Gaan we snel naartoe, er staat eten voor ons klaar. Mama heeft soep geregeld en broodjes knakworst, dus dat gaan we eten. En dan gaan we de boel inpakken. Dus we nemen jullie mee naar Losser. We zijn inmiddels in Losser, echt al uren. Het is ook gewoon al avond. En ik heb jullie gewoon helemaal niks kunnen laten zien. Zo druk ben ik bezig geweest. Ik had het ook eigenlijk wel verwacht. Dus maar goed dat ik 2 vlogs in 1 heb gedaan. Goed, ik ga de video afsluiten. En als je blijft wachten, kan je nog de beelden zien hoe ons huis is geworden. We moeten nog wel wat dingetjes doen. Maar dan heb je in ieder geval een indruk. Omdat ik jullie gewoon zo weinig heb kunnen laten zien. Ga ik dat morgen filmen en ga ik het hier achteraan plakken. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot bij de volgende video. Doei doei.